Open badges in de bibliotheek. Heel iets nieuws, maar wel heel iets spannend. Met open badges maken we als bibliotheek het informele leercircuit zichtbaar. De meeste dingen leer je gewoon in het leven, dat doe je. In je leven lang leren kom je allemaal dingen tegen die ontwikkel je. Daarmee maak je skills eigen in het sociale gedrag. Maar je maakt je ook vaardigheden eigen gewoon in kunde en kennis. Om dat zichtbaar te maken voor anderen, maken we als bibliotheken het badgesysteem. En badges geeft dus dat informele leercircuit van de bibliotheek body. Voor de klant, maar ook voor de bibliotheek. Want de bibliotheek kan aantonen hoeveel mensen die opleiding hebben gevolgd. Kijk, we hebben per jaar 1200 badges uitgereikt. 1200 mensen die een badge hebben verdiend. Nou, hoe mooi kan dat dan zijn? Dan ben je als bibliotheek actief. Mensen zijn op zich steeds actiever bezig met leren. En het gemak van makkelijk leren, dat spreekt mensen wel aan. En wat ik mooi aan dit vind, is dat je ook de badges kunt verzamelen, waardoor je ook concreet kunt maken dat je dingen echt hebt geleerd. Open badges zijn belangrijk voor bibliotheken en zeker voor de bibliotheekleden. Ze kunnen nieuw geleerde vaardigheden, kunnen ze micro-credentials voor krijgen die ze mee kunnen nemen in hun profielen. Zo kunnen ze zichzelf weer waardevol maken en eigenlijk daarmee weer relevant zijn op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Ja, ik zie zeker kansen voor open library badges vanuit de bibliotheeksector in het algemeen, omdat informeel leren steeds belangrijker gaat worden. En dat heeft te maken met de ontwikkelingen die in het onderwijs plaatsvinden, maar natuurlijk ook met de ontwikkelingen die in de hele maatschappij plaatsvinden, waarin leven lang leren, van elkaar leren, sociaal leren steeds belangrijker worden. En dan is het heel mooi dat bibliotheken daar een structuur aan kunnen bieden die mensen helpen om die vaardigheden op te doen. En ook hard te maken, zodat ze herkenbaar zijn voor andere mensen.